Yo, mensen, Groen van DNVNL, met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video. En vandaag heb ik een nieuw team, zoals jullie zien in de titel. Eerst, hoe gaat het in mijn Weekend League? Ik ging weer supergoed, 18-3. Ja, ik ga altijd 18-3. Nou, oké, niet altijd, maar vorige week, deze week weer. En denk je van, dit wordt mijn week. Elite 1, here I come. En van 18-3 naar 18-7. Oh, en nu ga ik 21-7, dus ik moet nog 2 potjes winnen voor Elite. En dat gaan we doen in deze video met mijn nieuwe team. Het is niet heel nieuw, zoals je kunt zien is dit het nu. Een paar nieuwe mensen. Kante is nieuw, Marcelo is nieuw en Kimpembe is nieuw. De mensen die zeiden, ik heb dat Bayern driehoek heb ik weggehaald en dit heb ik ervan gemaakt. Ik ben er echt tevreden mee, dus ja, ik vind het echt top. Ja, Goretzka kon gewoon niet meer en dit is gewoon echt een stuk beter. Steeds ben ik natuurlijk Suarez erin als spits en ik heb nu Perazis deze gast als super sub. Dat is echt uitstekend. Boateng en Alaba zijn dus ook weg en die zijn dus vervangen door Kimpembe die ik dus nu rechts heb gezet en Varane links. Ja, ik wil ze eigenlijk omwisselen in game, want Kimpembe is links en hij is rechts. Hij heeft trouwens hoge workrate, maar daar heb ik niet echt last van bij Kimpembe. Dat is oké. We moeten dus 2 pakjes doen. Vind je het leuk? Doe zeker een duimpje op deze video. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dan zeker niet beneden. Heb je nu wat belletje gedrukt? Druk dan even op het. Ja, op het. Kun je je net boeren laten? Ik wel. Kijk, let op. Ik wil nu dat je achter je beeldscherm een nepboer laat. En het zou extra leuk zijn als er bijvoorbeeld mensen in de kamer zitten. Die denken dan van, what the fuck ben jij nou aan het doen? Druk even op het belletje. Join hashtag team belletje. En dan gaan we dan. Het allereerste potje. En ik moet ze allebei winnen. En ik wil ze echt heel graag winnen. Want ik wil echt heel graag naar Elite. Let's go. Let's do this. Daar gaan we dan. Het eerste potje tegen dit team. Het is best wel een aardig team. Maar hij speelt 4-3-3. Want deze opzetting vind ik niet heel goed. Hij heeft wel een aardige kaart heeft. Hij heeft die Champions League Cuadrado. Hij gaat zeker geüpload worden. En Champions League Florenzi. Ja, ik weet niet of die geüpload gaat worden. Hij heeft die, ja, Mertens is ook wel goed. Oké, dit gaat wel een pittig potje worden. Maar op zich heb ik wel een team wat beter is. Dus gaat er nu ambulance langskomen. Oké, daar gaan we dan. Even de ding naar verdedigen. Want dan switch ik naar mijn opstelling. Wil je nou weten hoe mijn opstelling uitziet? Ik ga naar mijn vorige video kijken. Want dan laat ik het allemaal zien. Dat is leuk. Nou, misschien niet heel leuk. Maar wel nuttig. Ik moet niezen. Waarom moet ik niezen? Ik moet nu niezen. Nee, ik wil niet niezen. Oh, ik heb mijn niezen ingehouden. Oh, waarom heb ik dit gedaan? Er is niks kuts aan je niezen inhouden. Oh, nu ben ik ongelukkig voor de rest van mijn leven. Mensen, er komt nu een polletje in beeld die ik zeker ga vergeten. Maar als ik hem niet vergeet, komt er nu een polletje in beeld. En dan komt de vraag, ga ik Elite halen, de ja of de nee? Ik denk, ja. Ik wil echt graag Elite, want dan heb ik weer lekker in vormpackie. Plus, dan ben ik weer de gedeeld beste bankzitter deze Weekend League. Want dat moet natuurlijk. Oh, wel, Mark kan volgens mij ook nog hoger eindigen. Maar ja, hij heeft nog niet gespeeld volgens mij. Dus ik weet niet hoe hij het doet. Hij gaat ervoor zetten en is 1-0 op aan. Behangen. Heerlijk doelpuntje. Easy. Easy goal van Suarez. Mensen. Luis Suarez. Echt fuck goed. Echt perfecte positioning weer. Heerlijk. Makkelijk doelpuntje. Dus je ziet het gaatje. Geeft het balletje. Lekker. Maar ik wil dus heel graag een keer Elite 2 halen. Maar ja, laten we daar nog niet over hebben. Laat ik eerst maar even zorgen dat ik Elite 3 haal deze Weekend League. En mocht ik dat nou halen. Oh, Kimpembe, legend. Mocht ik dat nou halen. Ja, dan kunnen we misschien volgende week weer gaan praten over Elite 3. Ik heb trouwens wel goede rewards al gehad. Zeg maar wel gewoon decent. Maar ik heb nog nooit echt fantastische rewards gehad. Dus ik hoop echt dat ik deze Weekend League eens een keer fantastische rewards krijg. Dus echt een speler van je denkt van nou, dat is echt een speler van 500k. Een Pogba of zo zou ik echt tof vinden. Goed balletje op Suarez. Suarez draaien, schieten. O, in de zak. In de zak van Manolas. Niet de zak van Sinterklaas vandaag, maar de zak van Manolas. De zak van Manolas. Manolas, Manolas. Ik ga trouwens nu stoppen met praten over Sinterklaas. Anders gaan allemaal mensen vragen wat ik vind over de Pieter-discussie. En als ik ergens herpes van krijg, is het wel de Pieter-discussie. Hij oont mij. Hij pakt mij gewoon hier. Oh mijn god, dit is een terecht doelpunt. Oh, en mijn keeper houdt hem op een of andere manier. Heel goed gekiept. Maar hij had mij hier wel aardig tuk. Een hele slechte bal. Mbappé, weet je wel? Ja, ik vind die gast dus helemaal niet zo goed. Ik vind Neymar echt veel beter. Echt veel. Heel veel mensen vinden Mbappé fucking goed. Ja, ik heb het niet zo met Mbappé. Want ik vind zijn passing zo ongelooflijk slecht. Het is wel een goede weerspiegeling van Mbappé in het echt. Kan met name hard rennen. En daar houdt het dan ook wel echt wel op. Wat was die vent ook slecht tegen Nederland, hè? Oi, oi, oi. Nou, daar gaat hij. Mbappé, laat maar zien, jongen. Nou, wordt gewoon bijgehouden. Koulibaly. Wat is deze? Ja, die slechte skill move, man. Die wil ik niet. Ik wil even snel die 2-0 voorsprong hebben. In de hoop dat hij dan lief. En dan kunnen we door naar het winnende potje. Oh, dit is slecht. Ja, dit is heel kut. Buitenspel. Vlag. Geen buitenspel. Ik ben genaaid. Ja, dit is kans natuurlijk. Hop. Goed. Hop. Lekker. Nou, klaar voor de counter. Zeker. Oh, hij pakt mij gewoon. Ja, dit is terecht. Oh mijn god. Hoe hij nog niet gescoord heeft. Hij is tilt. Hij is tilt, jongen. Dat kan niet anders. Hij pakt mij gewoon in mijn verdediging, jongen. Echt. Zeg maar, niet eens met gewoon paas, maar echt gewoon in de verdediging. Gewoon met van de standaard skill moves. Hij oom mij gewoon legit. What the fuck? Koen, ga je eens concentreren of zo, maat. Gast, ik weet niet wat mijn verdediging aan het doen is. Maar we zijn ook echt aan het verdedigen als een stelletje mafke. Ja, die gaat er nu wel in. Nou, ik blok ook echt alles. Het is echt ongekend. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar het is echt een zwaar onverdiende voorsprong. Aan de andere kant, mijn verdedigers doen echt helemaal niks. Paal. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. En als ik tegen jou speel en je bent toevallig Nederlands, wat je volgens mij niet bent. Ja, lekker voor je. Leer eens afmaken, joh. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Heerlijke tram. 2-0. Lekker. Kijk. Heeft hij dit je 10 kansen achter elkaar. En ik heb een heerlijk countertje. En ik sta 2-0 voor. Oeh. Hij is waarschijnlijk heel erg tilt. Ja. Kijk wel weer. Kijk, kan je zeggen wat je wil. Maar gewoon weer uitstekend uitgespeeld. Ik had hem natuurlijk ook met Neymar in één keer kunnen schieten. Die was er waarschijnlijk ook wel ingegaan.
Maar ja, nu had ik tenminste 100% zeker dat hij erin ging. En dat had ik anders met Neymar niet gehad natuurlijk. Trouwens mensen, straks speelt Nederland tegen Duitsland voor de nummer 1 plek in de Nations League. Wat denken jullie, gaat Nederland winnen? Nou, de wedstrijd is al gespeeld. Zal ik een voorspelling doen? Ja, ik hoop dat Nederland natuurlijk wint. Maar wat ik denk is een 1-1. En dat is goed voor Nederland, want dan zijn ze ook eerst. Nou, ik hoop het nog dat ze winnen. Ook al is een 1-1 ook prima. Ik scoorde 3-0 en dat is lekker. Lekker Gerard! Kom op dan! Hij lief niet. Waarom lief niet, gast? Hij staat 3-0 achter en de bal wil er echt niet in bij jou. Dus je kan net zo goed lief, ik zweer het je. Ik had het trouwens over Perisic, nieuwe meta. En toen kreeg ik de vraag, Koen, what the fuck betekent meta? Meta is een afkorting voor Most Efficient Tactic Available. Wat eigenlijk betekent gewoon iets wat OP is. Iets wat het beste werkt, zeg maar. Bijvoorbeeld in FIFA 19 is een meta zijn harde corners. Want zachte corners heb je echt helemaal niks aan. Dus harde corners zijn dan nieuwe meta. Of nieuw. Ja, misschien niet nieuw, maar... Ah, klote. Zo! Hoe dan? Dan heeft hij legit 10 kansen gehad die er niet in gingen, die er echt in hadden gekund. En dan gaat dit erin. Dat is wel echt typisch FIFA. Oké, het is niet onterecht, maar het is wel raar. Goed, terughalen. Oh, nee! Oh, ik ben te laconiek, jongens. Oh, goed. Oh, slecht. Door op Griezmann. Lekker. Griezmann terughalen. En door op MLP. Ja, dit moet hangen zijn. En dit is een kut touch. Dit laatste touch is zo... Ho, ho, zo, zo, ho. Vervelend. Nou, dan op als, want daar gaat hij voorzet komen. Oh, heerlijk, Marcelo. Goed, jongen. Lekker, lekker, Marcelo. Nieuwe meta, Perisic. Schiet hem naast voor open goal. Uitstekend. Grote klasse. Ik zei het, jongen. Die vent is echt fantastisch. Dat is echt niet normaal. Die gast is zo goed. We hebben wel gewonnen, mensen. We gaan op naar het allerlaatste potje in de Weekend League. Ik mocht ook blijven concentreren. Niet te hyped worden. Maar ja, dit had zomaar ook de andere kant op kunnen gaan. We gaan nu 22-7. Nou, 23-7 is gewoon helemaal dikke prima. Maar hopen. Laten we alsjeblieft hopen dat het goed gaat. Oh, 1 winst. Let's go, mensen. Let's do this, mensen. Ik heb even wat lekkers gesmikkeld. Laten we nu maar... Oh, nee, nee, nee. Fitnesscard. Ik vergeet gewoon mijn fitnesskaartje, mensen. Oh my god. De laatste game. Die alle andere games... Nee, sorry. Ja, het spijt me. Ik weet, dit wordt een easy win. Maar ik ga toch liever doen. Mensen, als ik dit potje niet win, dan haal ik mezelf echt. Als ik hem wel win, ben ik echt zwaar blij. Alsjeblieft, gun het me. Ik ben nog steeds niet over uit of ik de Elite 3 rewards beter vind dan de Elite 2. Je hebt in ieder geval wel betere player picks. Maar de packs, ja, 200k picks of een Inform pack. Ja, die Inform packs kunnen echt heel slecht zijn. Ja, echt fucking slecht. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Oké, let's go. Tegenstander zoeken. Ja, het is lastig om tegenstander te vinden natuurlijk voor iemand die net zo goed als ik. Oh mijn god, Koen, hou je bek. Oké, we hebben iemand. Let's go. Ah, oh, 4 bar wegwezen. Ja, sorry, 4 bar ga ik niet spelen. Mensen zeiden 4 bar, Koen, ligt in jouw wifi. Ten eerste, als je in FIFA 19 nog steeds op wifi speelt, gas kap F. Ten tweede, ik speel op kabel. Ten derde, het ligt niet aan mij in de kabel, want ik heb het beste internet van Nederland. Dat is ook niet helemaal waar, maar we overdrijven het een beetje. Dit is mijn tegenstander zijn team. Oh nee, oh, hij heeft best en Overmars. Nou, dit is wel een goed team. Enige ding waar ik denk van, ja, dat is een beetje kut van hem, is dat hij alleen maar verdedigende middenvelders heeft, toch? Hij heeft drie verdedigende middenvelders. En misschien heeft hij wel iets heel erg goeds bedacht of zo. Maar aan de andere kant, ja, ik weet niet hoor. 3 verdedigende middenvelders, dat speelt gewoon niet echt lekker. Dan heb je niet echt diegene die lekkere passes geven. Maar aan de andere kant, dat zal wel goed gaan. Anders zou ik niet helemaal gelist worden. Dus hij zal ook wel op de richting naar Elite 3 zijn, denk ik. Zoiets. Hopelijk niet hoger. Oké, let's do this. Mensen, we gaan ervoor. Kom maar. Meteen tussen het balletje komen zou lekker zijn. Dat is altijd zo'n eerste lekkere... Ja, zeg maar, wat nu zeg maar precies niet gebeurt. Het is altijd lekker om even ertussen te komen. Want dan heb je meteen dan heb je meteen die 1-0 bijna tegen. Dat is echt lekker. Oké, let's go. Balletje bij MLP. Die geeft hem door. Aan Varaan. Varaan schiet niet. Door. Op Petit. Die is linksbenig. Maar hij schiet hem nog bijna binnen. Oh. Kom op, MLP. Dit meen je niet. Ja! Let's go, 1-0. Wat een heerlijk zaaddoelpunt. Lekker zeg, Gerard. Heerlijk. Oh, wat lekker. Wat goed. Wat fantastisch. Ah, hij speelt dan volgens mij nu met die best op team. Die dan een beetje met elkaar overswitchen. Ja, laten we er even tussen komen anders. Ja, dit is klote, keeper. Keeper, ja. Oké, weg. Lekker. Oké, ja, goed. Mooi. Oh, kop. Tikkie. Ja, dit is matig. Oh, ik zit ertussen. Suarez. 2-0 hangen. Lekker. Yes. Yes, we gaan elite winnen. Als ik het win. Nee, hou hem tegen. Ah, klote. Hoe kan je nou eens doorheen zijn, man, met die Overmars? Oh, ik had met mijn keeper moeten bewegen, want ik wist dat hij dat ging doen. Shit. Oké, volgende keer bewegen met mijn keeper. Ondanks dat over het algemeen echt slecht werkt, vind ik. Echt, de hoeveelheid goals die ik heb gemaakt wat tegen met mijn keeper bewegen zijn echt ongekend. Oh mijn god, godgloeiende pestiefus. Weer die tering over Mars. Klote man, ik ben echt all over this guy. Oh man. Hoe ze vinden die over Mars voetballen? Waar praten we over? Suarez. Oh jongens. Ik had die moeten finessen, ja ik weet het. Ah jammer, 2-2 bij rust, Max. 2-0 voor. Oh, de choke is ingezet, ik voel het al. Kom op, kopje erbij, kom op. Ja, gaan we dan. We staan 2-2.
Ja, echt zwaar, diep, ja, scheids. Kijk, dit bedoel ik dus. Op het moment dat jij je aftrap kwijtraakt, is echt al een slechte boost. En dat ik hem nu kwijtraak, voorspelt niet veel goed. Maar ik pak hem wel snel weer af. Dit is ook goed. Van Neymar, leg terug. Hop, goal. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 3-2. Kom aan, Suarez. Wat ben jij goed, Luis Suarez. Ongelooflijk, staat gewoon weer perfect opgesteld. Heerlijk actietje van Neymar. Pasie, boom, boom. Goal. Easy. Cool. Start. Ik heb zelfs nu een logo, maar zie je dat? Start logo. Nee, weg. Heerlijk. Nee, ik geef hem gewoon recht zijn voeten. Hallo? Nee. Zo, heb ik nog gelukkig daar geen penalty tegen, want ik trap hem volgens mij aardig neer. Ja, maar ja, aan de andere kant, wat er allemaal gebeurde, sloeg ook echt als een lul op een drumstel. Dus op zich. Oh, Griezmann ging diep. Heerlijk. Nee, dit meen je niet. Je ziet alweer hoe die meekijkt dat dit gewoon het doelpunt wordt. Oh. En nog een keer gewoon. De vraag is, hoe lang kan ik dit tegenhouden voordat het een goal wordt? Nou, blijkbaar. Nou, weer, ik heb hem weer gewoon weer niet. What the fuck? Nou, lekker. Hè? Deze man is echt wel heel erg van kanten kan niet schieten. Dus ik weiger ook maar ooit met kanten te schieten. Wat ik op zich niet erg vind. Want hij heeft aardig wat kansen gehad. LP, doe het maar, jongen. Een rebound. Oh, schiet de rebound in een speler aan. Jammer. Maar het kan gebeuren. Had ik vorig potje mee en nu een keertje tegen. Nee. Oh mijn god, krijgen ze nog die penalty tegen. Oh, schouderduw. Een schouderduw waar ik te hard in ga. Krijg een penalty tegen. Je weet als je geen geel krijgt voor een penalty, dat het een bullshit penalty is. Kijk, dat die Eriksen nou 26 niks weegt. Oké, okay, hij gaat rechts. Links. Oh, wat ongelooflijk naar. Wat is dit ongelooflijk naar? Wat worden we hier naar van? Oh, wat moet ik hiervan kotsen? Ik moet hiervan kotsen. Waarom speel ik weer gebalanceerd? Waar slaat dit op? Griezmann eruit. Perisic erin. Mbappé eruit, Lozano erin. Jongens, doe het voor mij alsjeblieft. Gun mij alsjeblieft. Waarom sta ik... Hij gaat gewoon automatisch naar ultra verdedigen. Dat slaat nergens op. Dat doet hij gewoon automatisch. Want ik heb hem niet op ultra verdedigen gezet. Dat doet hij gewoon als je lang voor staat of zo in de 70 minuten. Gaat hij gewoon automatisch naar ultra verdedigen. Nou, oké. Okay. Ik baal hier flink van, kan ik je vertellen. Kom, neem mee, Lozano. Lozano, gaan jongen. Gaan. Lozano. Hij doet het! Een kick-off glitchje. Heerlijk. Lekker zeg. Waarom pak je de bal? Rustig aan, jongen. Rustig aan. Heerlijk. Hij raakt de bal met zijn verdediger. En ik schiet hem gewoon binnen. Uitstekend. Lekker. Kom aan. Kom aan. Vasthouden nu, mannen. Vasthouden. Vasthouden die voorsprong. Oh, waarom ligt het zo open? Hoe ligt het zo open? Oh, mijn god. Oh. Oh, lekker. Jongens, ik sta zwaar onder druk. Hij speelt sowieso met ultra high pressure. Wat op zich wel te begrijpen valt. Tik door. Oh, wat jammer dit. Oh, heel jammer. Ja. 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 Hallo, sluit af. Fluit af, jongen. Hey, hallo. Yes. Lekker dan. Hoppa, Elite 3 gehaald. Lekker. Weer een goede weekend. Een goede weekend. Yes. Oké, mensen, ik heb er hard voor gestreden. 4-3 gewonnen het laatste potje. Ik heb iets meer geschoten, maar we gingen echt redelijk gelijk op. Best wel goede tegenstander dit. 23 wins. Elite, mensen. Wat is dit lekker, zeg. Wat is dit lekker. 23 wins, 7 losses. Is prima. Volgende week ga ik eindelijk weer voor die 25. En hopelijk kan ik het dan halen. Ik ga er in ieder geval voor. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Zijn jullie trots op mij? Dan zeker een duimpje omhoog. Wil je nog meer van mij zien? Dat kan. Klik hier of hier. Wil je nog op mij abonneren? Dat kan ook. Klik dan hier. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Ben je nou nog niet geabonneerd? Heb je ook nog niet het belletje aanstaan? Dan moet je even doen. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Later!